Welkom terug bij de sportcolumn Linksbuiten van Sleutelstad. Mijn naam is Martijn Otte, ik ben duo-raadslid van de Partij van de Arbeid en elke twee weken bespreken we het onderwerp over sport en politiek. En vandaag sta ik midden op het veld van in de 5 meihal van ZZ Leiden. Vanavond vindt hier de wedstrijd ZZ Leiden Landsteden Basketbal plaats. We nemen dit op dinsdag, dus het staat nu nog. Ze staan 2-1 achter in de playoffs en vanavond een hele belangrijke wedstrijd. En de komende twee maanden worden ook heel erg belangrijk in de politiek als het gaat om onder andere deze hal. Want dan moeten we een keuze gaan maken wat we doen met de nieuwe zwembad, met de nieuwe ijshal en met de nieuwe sporthal, de 5 meihal. Hoe groot wordt die bijvoorbeeld? Wordt het een hal waar vooral de breedte sport, de verenigingen van gebruik gaan maken? Of ook een hal waar ZZ in kan blijven spelen? Of misschien zelfs ZZ extra Europese wedstrijden kan gaan spelen, dat die dus nog veel groter wordt? Dat zijn vraagstukken waar we in de politiek over moeten spreken. En daarvoor is natuurlijk van belang hoe ZZ het doet, hoe het publiek er vanavond komt en wat voor wedstrijd te spelen. Alleen wat je daar niet ziet, is wat er allemaal gebeurt rondom zo'n wedstrijd van ZZ. Want als publiek kom je om 6:00 binnen, om 7:00 wordt de wedstrijd gespeeld, komen hier links Jesse Vorn en Thomas Koen en alle spelers het veld opgerend en dan wordt de wedstrijd gespeeld. Maar dus vanaf 3:00 middag staan hier al allerlei mensen te werken. Die zijn bezig de vloer klaar te leggen, zijn bezig de tribunes op te stellen, zijn bezig de Ziggo Sport camera's aan te zetten en alles wordt hier voorbereid. En ik wil jullie voorstellen aan twee dames die geweldig werk doen om alles klaar te krijgen op de dag dat er gespeeld wordt. En die gaan jullie vertellen hoe zo'n dag er nou precies uitziet. Ik ben Greet Spetter, al 8 jaar zaalcoördinator inmiddels bij ZZ Leiden Basketbal. En ben verantwoordelijk voor het opbouwen van de zaal, de vrijwilligers, alles wat er eigenlijk mee te maken heeft op een avond. Hey, ik ben Christel. Ik ga bijna mijn 10e jaar in voor zorgverzekeraar Leiden Basketbal op kantoor. En daar doe ik eigenlijk de businessclub, de toegang, administratie, alles. Vandaag een belangrijke wedstrijd, zoals Martijn al zei. 2-1 in de play-offs. Het is voor ons een beetje do or die. We hebben het gemak vandaag een keer dat de gemeente ook mee heeft willen werken aan het feit dat we de vloer hebben mogen laten liggen. Dat scheelt ons in de opbouw een hoop werk. Samenwerking met de gemeente is voor ons heel belangrijk. We zijn erg van ze afhankelijk. En op dit soort dagen zeggen wij dan heel graag dankjewel. Want het zijn toch hele drukke weken met onvoorspelbare wedstrijden. Voor mij begon het vandaag al vroeg. Dan ben je bezig met boodschappen doen voor de crew, eten maken. Zorgen dat de shirtjes gewassen zijn, de mascottepak weer helemaal strak en klaar ligt. En dan kom ik hier aan en dan ren ik als eerste naar kantoor, naar Christel. En ik begin meestal om 1:00 of 2:00. Dan gaat ze op ons eerste telefoon aan. En het eerste telefoontje vanochtend was al 9:00. En nou, dat heeft bijna niet stilgestaan. Dus we doen tussendoor even een beetje huishoudelijke dingen. En om 2:00 zitten we op kantoor en dan gaan we de laatste dingen aanpakken, de toekomstkaarten die mensen nog willen hebben, en extra kaartjes, voor de groepen dingen uitprinten, eigenlijk van alles. We zijn hier een beetje de Jutte Jul van het bedrijf, zullen we maar zeggen. Ja, manusje van alles. Als je het niet meer weet, dan moet je of bij Christel zijn op kantoor en alle zaken in de zaal die zijn voor Greet. Entertainment regelen, zorgen dat de VJ al zijn spullen goed op de ledboarding krijgt, alle informatie aangeleverd krijgt. Het is een groot proces. Je moet vaak langs ons heen. Dat is alleen voor sommige mensen wel eens lastig. Nou, lastig. Ja, dus ja. Wij draaien zo meteen de wedstrijd naast de vloer. We zorgen dat de EHBO geregeld wordt, dat alle mensen netjes binnenkomen. Dat we de wedstrijd in principe zoveel mogelijk kunnen zien. Ik denk dat de verhouding die wij ongeveer zien 60-40 is. 60 wat we niet zien en 40 dan ongeveer wel. Daarna is het afsluiten voor mij hier op de vloer. Zorgen dat de groepsfoto's gemaakt worden. En dat de mensen weer netjes allemaal de deur uitgaan. En de zaal weer netjes is. En ik sta nog even bij de toegang van de businessclub. Om te kijken of er niemand binnenkomt die er niet hoort. En dan ga ik ook afsluiten en nou, meestal hoop ik voor 12:00 thuis te zijn, maar dat voelt niet altijd lukken. Nee, dat is wel te streven. Vanavond ga ik daar de wedstrijd kijken en hopen natuurlijk dat ZZ Leiden wint en dat we weer gelijk komen hier in de Best of Seven serie. Ik hoop dat jullie dit een interessante aflevering van Linksbuiten vonden. Mochten jullie nou ook iemand hebben waarvan je zegt, daar moet je mee een keer mee in gesprek gaan, daar moet je een keer langs gaan, stuur dan een mailtje naar sport071@sleutelstand.nl en dan komen wij heel graag langs.